Welkom op de Revant-site. Ik wil u iets nader meenemen naar Mijn Revant, oftewel het revalidantenportaal. Dit is te benaderen via onze website door te klikken op de knop Mijn Revant. Hier is een nadere toelichting van ons revalidantenportaal te vinden. En door te klikken op Inloggen op Mijn Revant, komt u op de DigiD-website waar u met uw persoonlijk DigiD kan inloggen. Als u dat gedaan heeft, komt u op ons revalidantenportaal. Hier landen we op de homepagina. U kunt dus via onze website gaan. U kunt zelf ook naar de website gaan, portaal.revant.nl. Als u aan de linkerzijde kijkt, zijn er altijd drie buttons beschikbaar. De veelgestelde vragen. U kunt via een snelkoppeling naar uw gegevens. En u kunt snel naar de items die nieuw zijn in uw medisch dossier. Qua nieuwe meldingen staan er vaak folders voor u klaar of vragenlijsten die u nog dient in te vullen. Ook dit is een snelkoppeling. Ik neem u nu mee langs de verschillende tabbladen binnen ons portaal. Als eerste komen we bij de afspraken. Als u op de bovenste keuze, afspraken, klikt, ziet u een volledig overzicht van uw afspraken die nog gaan komen of die al geweest zijn. Op het moment dat u extra afspraakinformatie ziet, kunt u op de knop afspraakinformatie klikken, waarbij bijvoorbeeld ook zichtbaar is of u in het zwembad aanwezig dient te zijn of gewoon een reguliere behandeling heeft. Als u bij soort ziet dat u een beeldbelafspraak heeft, een videoconsult, dan is dat te benaderen via het afsprakenoverzicht en specifiek op het tabblad videoconsulten. Als u klikt op het videoconsult, kunt u door middel van door op start videoconsult te klikken, meldt u zich aan in de digitale wachtkamer. Als we doorklikken naar het tabblad dossier, zien we de verschillende dossier-items die u kunt benaderen. Ik licht er een aantal uit. U heeft aan de linkerzijde de keuze om uw dossier te downloaden. Dat kan dan als PDF-bestand, waardoor u het ook kan afdrukken. Daarnaast is het waardevol om te weten dat alle brieven die wij hebben verzonden naar ofwel u of uw verwijzers, eventueel andere partners in ons netwerk, kunt u terugvinden onder het kopje brieven. U kunt ze hier zelf als PDF downloaden, eventueel doorsturen wanneer dat fijn is, of zelf nog uitprinten. Daarnaast zijn er dus verschillende items uit het dossier hier weergegeven. Mocht hier iets niet in kloppen, neem dan contact op met uw behandelaar of uw behandelende arts. Het tabblad e-consulten voorziet u in de beschikbare e-consulten. Dit moet wel door de arts zijn klaargezet, oftewel opengezet voor u. Op het moment dat het open staat, kunt u zelf een e-consult met de desbetreffende arts starten. De arts zal dan via dit stukje ook u iets terugsturen. Onder het kopje vragenlijsten staan de voor u klaargezette vragenlijsten klaar. Door op invullen te klikken, kunt u starten met het invullen. Wij krijgen vanzelf een melding dat u de vragenlijst heeft ingevuld. U kunt ook ingevulde vragenlijsten uit het verleden terugzien. U kunt ze niet meer wijzigen. Onder het kopje Mijn gegevens ziet u zelf de contactgegevens, waarbij het mogelijk is om een aantal gegevens zelf te veranderen. Dit werkt bijvoorbeeld met het mobiele telefoonnummer, met de verificatie, waarbij u een berichtje op uw mobiel ontvangt en het nummer moet ingeven om daadwerkelijk ook te veranderen. Daarnaast kan u onder het kopje Mijn gegevens ook zien welke toestemmingen u moet geven. We vragen aan iedereen om dit altijd in te vullen. En als u ziet onder achter het driehoekje, kunt u extra informatie over het betreffende onderwerp vinden. Als laatste in dit onderdeel neem ik u mee langs het dossier geopend. Op dit stuk kunt u via een agenda zien op welke dag welke disciplines uw dossier hebben bekeken. Het laatste tabblad op het portaal waar ik u graag naar meeneem betreft de patiëntenfolders. Als u net nieuw bent bij ons, kan het zijn dat hier nog niks staat. Patiëntfolders worden op individueel niveau klaargezet. U kunt hier de folder openklikken en lezen. U kunt aangeven
dat u een bepaalde folder belangrijk vindt, waardoor u erop kan filteren. En u kunt aangeven dat u hem gelezen heeft. Op het moment dat u hem gelezen aanvinkt, staat hij niet meer bij uw overzicht. Als u wel graag wil aangeven aan de behandelaar, ik heb hem gelezen, maar het toch nog wil zien op een later tijdstip, vinkt u hier aan toon ook gelezen items en dan ziet u alle folders weer die u ooit heeft gekregen van ons.